Hello future, gebeld naar de toekomst. En die antwoordt, hoe kan ik u helpen? In de zin van, wat kan ik u laten weten om uw bedrijf meer futureproof te maken? Dus welke informatie heb je nodig? En dus daarom, mijn presentatie gaat over trends, maar ook van hoe dat je die trends moet eigenlijk voor een stuk leren kaderen, hoe dat je die moet leren voorspellen en hoe dat je ze kunt zien aankomen. Dus hoe dat je op die toekomst kunt gaan anticiperen. Want dat heb je dus wel nodig om je bedrijf futureproof te kunnen maken. Dus moet toch een beetje kunnen anticiperen op wat dat er op je afkomt. Zodanig dat je kunt in de juiste richting innovaties gaan doorvoeren. Maar anderzijds kun je die titel ook wel interpreteren als twee vragen aan de toekomst. Hello future, how can I help? Waarbij dat je dus eigenlijk vraagt aan de toekomst hoe dat wij ons steentje kunnen bijdragen. En dan leg ik zo de link eigenlijk naar duurzaamheid. Je zult het heel veel zien terugkomen. Het is een heel belangrijk aspect voor de toekomst waar dat we mee moeten rekening houden. En dan gaat het niet alleen over de ecologische duurzaamheid, maar ook de economische duurzaamheid. Want we willen zowel werken aan een goede planeet, een leefbare planeet, maar ook aan een betere welvaart. En door roofbouw te plegen op onze mensen of op onze planeet, dan maken we op de lange duur wel onszelf kapot. Dus eigenlijk hangt het ook samen, de duurzame ecologie en de economie. Want ik wil eigenlijk beginnen met een aantal misvattingen over trends de wereld uit te helpen. Het wordt vaak verward met een hype, maar het is echt niet hetzelfde. Een trend, dat is een lange termijn gegeven. Dat kan soms decennia lang duren, terwijl de hypes gewoonlijk tamelijk kortstondig van aard zijn. Een jaar, zelfs nog niet, nog geen jaar, of een paar jaar kunnen duren. Wat dat er ook vaak verkeerd wordt ingeschat, is dat ze ook niet altijd weggaan. Een trend is gewoon iets dat gebeurt en dat verloopt in een bepaalde richting, wint op een bepaald moment heel erg aan belang. Maar dat gaat daarom niet weg. Als je denkt bijvoorbeeld telewerken, zelfs voordat we in die hele lockdown-situatie zaten, was dat al aankomende. Er waren meer en meer bedrijven die daar wat op begonnen in te zetten. Maar door de lockdowns heeft dat natuurlijk een enorme stroomversnelling gekend. Dat gaat ook niet weggaan. Ene keer dat we elkaar weer mogen zien en als hopelijk ons leven weer relatief sociaal normaal kan zijn, dan gaan we blijven telewerken. Misschien iets minder dan nu, het is er wat over, maar het gaat er wel blijven. Dus, en in de voeding zie je dat ook. Hè. Dus ooit, lang geleden, waren patatten een trend in nieuwigheid. Hè. En nu is het een van onze basisproducten. En ook spaghetti, hè, dat was zo iets hip uit Italië. Maar nu is dat ook gewoon standaard eten. Dus een trend, dat begint, dat versneld op een gegeven moment. Dat kent dan ook wel vaak een hoogtepunt ergens. Maar meestal raakt dat op een gegeven moment wel gewoon ingeburgerd. En is dat het nieuwe normaal. Hè? Er bestaan wel een aantal verschillende soorten trends. En dat is eigenlijk vooral op de grootte, de schaalgrootte, dat die zich voordoen. En dus het grootste niveau is zo eerder echt die grote maatschappelijke trends. Je kunt dat bijvoorbeeld de obesitasproblematiek of de opkomst van allerhande westerse ziekten. Ja, als antwoord daarop gaan een aantal consumententrends komen. Bijvoorbeeld, de mensen gaan bewuster omgaan met suikerconsumptie. Dat is een consumententrend. En de markt die gaat daar dan ook weer op reageren. Hè. Als niemand nog suikerrijke producten wil kopen, dan gaat die markt in elkaar stuiken en zo. Dus dat zijn dan die markttrends. Dus dat is het een beetje voor de theorie. Dan zou ik willen overgaan naar de belangrijkste factoren die die trends gaan bepalen. Dus om tot die consumententrends te komen, moet je wel vertrekken vanuit een aantal verschillende maatschappelijke drivers en evoluties. Ik heb die hier zo'n beetje ingedeeld in drie categorieën. Technologie speelt een hele grote rol. Er gebeurt voor zeker nu heel veel op technologisch vlak. Niet alleen naar IT en robotisatie, maar ook op het gebied van biotechnologie bijvoorbeeld. Dan ook heel het globalisatiegegeven. We leven allemaal samen. Er zijn geen grenzen meer of weinig grenzen meer. Al die supply chains, ook de mensen migreren. Goederen worden van over heel de wereld gestuurd. Dus dat is ook een groot maatschappelijk gegeven. En dan demografisch gebeurt er natuurlijk ook constant van alles. Hè.
de vergrijzing bijvoorbeeld is constant bezig, maar ook op gezondheidsniveau, dus al die gezondheidsproblemen die zich voordoen. En dan nog een belangrijke is ook die generatieshift. Ik kom daar straks nog op terug, omdat dat wel ja, heel veel stuurt in die trends ook. Maar dus heel veel van die drivers van die trends, die zijn eigenlijk omgevingsgestuurd. En daarmee bedoel ik dus gewoon, ze worden vanuit gebeurtenissen die in onze omgeving plaatsvinden, waar dat wij niet altijd vat op hebben, ja, daardoor gestuurd. En die hebben dan allerlei gevolgen. Ik kan maar voorbeeldjes geven. Dus de bevolkingstoename, daar kunnen wij niet zoveel aan doen. China probeert dat soms wel, maar dat is niet altijd zo evident. Maar dat heeft dan ook wel weer die voedselonzekerheid tot gevolg, dat samen met al die klimaatonzekerheden. Dan ja, de multiculturaliteit. Dus de mensen ja, migreren van alle kanten van de wereld en je krijgt gewoon overal ter wereld een meer multiculturele samenstelling van je bevolking. Al die technologische en biotechnologische vooruitgang dat ik het al over heb gehad. En dan ook, niet onbelangrijk, nieuwe wetenschappelijke inzichten kunnen soms ook echt wel een nieuwe consumententrend drijven. Denk maar aan de tijd dat in België, het waren voornamelijk ook Vlaamse wetenschappers, die inzagen hoe belangrijk onze darmen waren voor onze gezondheid en heel de darmmicrobiota. Dus dat heeft wel tot heel wat nieuwe producten ook geleid die dan specifiek op die darmgezondheid gingen inspelen. Non-communicable diseases, dat zijn dus die niet overdraagbare ziekten, dus die westerse gezondheidsproblemen, hart- en vaatziekten, diabetes en zo. Dit in tegenstelling tot de communicable diseases die dan ook wel eens een heel groot effect kunnen hebben. Dus om het met een heel duidelijk voorbeeld te zeggen, een pandemie dat kan heel wat in beweging zetten. Bijvoorbeeld op gebied van thuiswerk, wat ik daar juist ook al aan heb. De hele vervaging tussen werk en privé, dat was ook al aan het gebeuren. Dus door de technologie meestal die dat ook meer toelaat. Maar nu is dat helemaal omzeep, die lijn. Ook naar het bedrijfsleven toe. Dus ja, die mensen moesten allemaal thuis blijven ineens. Dus dan moet je ook wel een keer nadenken over hoe dat je dat allemaal gaat georganiseerd krijgen in je bedrijf. En dan ook, ja, dus sommige trends zijn dus inderdaad wat versneld geweest. Soms zijn er gewoon helemaal direct heel noodzakelijk gebleven. En sommige trends hebben gewoon een beetje een ommekeer gekregen. Bijvoorbeeld heel dat on-the-go. Ja, mensen hadden drukke levens. Dat was een trend die al een tijdje populair was. Alles wat al convenient en gemakkelijk mee te pakken was. En plots was niemand niet meer onderweg. Dus ook geen on-the-go producten meer. Dus dat is maar om dat duidelijk te maken. Uw omgeving kan een ontzettend grote invloed hebben op de trends die er heersen. Dus ik had het daar juist al eens gehad over die generatieshifts. Dus dat die daar ook wel een belangrijke invloed op hebben. Wat ik ook wel even wil meegeven, is dat dat ook geen exacte wetenschap is. Dus dat is eigenlijk een demografisch construct waarbij dat we mensen proberen in te delen in groepen die in eenzelfde periode zijn opgegroeid en eigenlijk ja, dezelfde grote gebeurtenissen hebben meegemaakt in hun leven, in hun kindertijd en in hun jongvolwassen leven. Dat is ook wel niet overal hetzelfde. Dus bepaalde regio's hebben heel andere impactvolle gebeurtenissen gekend. De oorlogen, dat is niet overal ter wereld hetzelfde. Ook bijvoorbeeld in China, heel de één-kind-policy dat daar geheerst heeft, heeft ook een ontzettende impact gehad op die mensen en hoe dat die ja, groot geworden zijn, wat hun normen en waarden zijn. Dus maar dit geldt voornamelijk voor de westerse landen. Dat loopt wel redelijk gelijk. En wat dat daarbij vooral belangrijk is, dus, is welk, dus zeker voor die trends, hè, dus welke heersende generaties zijn, enerzijds op de markt en dan meer naar het arbeidsgegeven toe, ook op de arbeidsmarkt. En momenteel zijn dat dan die babyboomers, die Generation X, de millennials en dan de nieuwe generatie, Generatie Z, die er ook al begint aan te komen, want die zijn ook niet meer zo jong. Het is trouwens ook een misvatting. Veel mensen denken bij millennials aan, dat zijn die jongeren, dat zijn al lang geen jongeren meer. Er zijn er zelfs al die al grootouders zouden kunnen zijn. Dus dat terzijde. Maar wat dat interessant is aan die generaties natuurlijk, die zijn niet alleen het resultaat van hun omgeving, van hun
de belangrijke gebeurtenissen dat er allemaal geweest zijn. Maar die zullen ook voor een stuk hun omgeving zelf gaan vormgeven. Dus die bepalen voor een stuk ook zelf die trends. Dus als je van elke generatie, ik ga er niet dieper op ingaan nu, maar als je van elke generatie wel goed weet wat dat de belangrijkste drivers zijn en wat dat hun normen en waarden zijn, hoe dat hun leefwereld is, dan ga je ook kunnen inschatten wat dat ze nodig hebben of wat dat ze willen. En dat brengt mij dus naar de tweede type factoren die je trends gaan bepalen, en dat zijn die mensgestuurde factoren. Ik heb daarbij gemerkt dat er twee belangrijke kenmerken zijn die die trends gaan sturen. Enerzijds, wat is voor een specifieke generatie eigenlijk een statussymbool? En wat anderzijds zijn hun belangrijkste morele principes? Om het met andere woorden te zeggen, waar kijken ze naar op en waar kijken ze op neer? Dus dat is ook weer, zoals dat ik daar juist ook zei, verschillend van generatie tot generatie. Soms zitten daar heel grote verschillen tussen trouwens. Maar dus dat is ook afhankelijk van regio, want ja, dat wordt bepaald wel door het onder andere het politiek klimaat, de economische stabiliteit en de culturele aspecten. Dan gaan we nu eens gaan kijken. Hè. Dus ik ga beginnen met eigenlijk een aantal voorbeelden van hoe dat die normen en waarden, of die verschillen in normen en waarden tussen generaties, eigenlijk die trends kunnen sturen. Een van de belangrijkste dat er nu heerst, hè, dus ik heb het ook een paar keer zien terugkomen in die chat, dus die gezondheid, dat is heel belangrijk. Waarom is dat belangrijk? Tegenwoordig is dat echt een statussymbool geworden. Dus de tijden waarin dat ja, dik zijn een symbool was ja, van rijk zijn of ja, wel doorvoed, hè, dus dat was teken vroeger dat je toegang had tot veel eten, is dat ja, nu het omgekeerde eigenlijk. De mensen ja, die dik zijn, zijn over het algemeen mensen die zeer ongezond eten, te veel eten. En dat zijn vaak de mensen die wat meer in de lagere sociale klasse. Dus daar is obesitas een veel groter probleem. Het is een tijdje echt naar extreem mager geweest. Nu is het ondertussen gelukkig al wat geëvolueerd naar gezond. Maar misschien is het daar ook wel naar extreem gezond. Dus er ligt zo een heel, heel sterke focus op gezond leven. Dus als het ware, health is wealth tegenwoordig. Dan eentje die wel nu ook heel erg actueel is, hè, de zorg voor elkaar. We zien namelijk dat na heel de coronapandemie de meeste mensen houden zich aan al die maatregelen niet omdat ze zelf bang zijn om ziek te zijn, maar eigenlijk omdat ze bang zijn om een ander ziek te maken. En dat is het ook. Uiteindelijk de doelstelling van al die maatregelen, een hele economie wordt eigenlijk in de grip gehouden en dat is eigenlijk puur om de meest kwetsbare groepen niet ziek te kunnen maken. Dus die zorg voor elkaar is daar echt wel belangrijk. De meesten doen het niet voor zichzelf, maar voor anderen. Er wordt ook heel erg neergekeken op de mensen die er zich niet aan houden. Als je een winkel binnenkomt zonder mondmasker, dan word je heel scheef bekeken. Dus het is echt wel not done. Dus de moraal is daar zeer sterk aanwezig. Dan een keer iets helemaal anders misschien. Iets waar dat we een heel groot verschil zien tussen de momenteel competitieve generaties die vandaag op de markt aanwezig zijn, zal ik het maar zeggen. De oudere generaties die hechten heel veel belang aan materiële zaken. Dus die rijden graag met een mooie grote auto, die drinken graag dure champagne, die hebben graag een groot huis. En die jongeren die geven daar niet om. Dat in een auto, dat is iets praktisch, dat moet gebruikt. Desnoods leende er maar een. Maar wat dat voor hen belangrijk is, is naar leuke festivals gaan, mooie reizen maken, speciale restaurants gaan bezoeken die niet noodzakelijk duur moeten zijn, maar gewoon iets in een hele beleving hebben. Of waar je echt iets spectaculair mee maakt. Dus daar zie je een heel groot verschil tussen de babyboom-generatie en de millennials en de jongere generaties. Allee, eigenlijk is dat vooral de millennials die daar zo mee bezig zijn, met die beleving. Dan, eentje waar ik dus daar juist ook al had gezegd dat er ging aankomen, milieubewustzijn. Dat is, per generatie wordt dat precies altijd maar belangrijker. Waarom? Omdat vanaf de millennial generatie eigenlijk, die zijn opgegroeid met, als van kindsbeen af, met de gedachte of met de boodschap dat het eigenlijk niet zo goed gaat met onze planeet. De oudere generaties, daar was dat nog niet zo sterk. Maar ja, ik herinner mij ook als kind al de
de t-shirts van Greenpeace met beter een gat in mijn t-shirt dan een gat in de ozonlaag. Dus toen was dat gat in die ozonlaag. Nu zijn dat allemaal andere zaken, zoals de plasticsoep en gewoon de klimaatopwarming. Dus maar hoe jonger de generatie, hoe sterker dat dat aanwezig is, want hoe sterker dat ook die alarmbellen gaan rinkelen van we moeten wel iets doen. En dus ja, die generatie Z, dat zijn die klimaatspijbelaars. Dus die zijn echt wel bereid om daar iets aan te doen. Dan is dat ook wel heel dat milieubewustzijn. Dus de gedachte zit er zeker al in. Maar de mensen gaan er nog niet altijd naar handelen. Dat wordt wel meer en meer. Hè. Dus vroeger was milieubewustzijn ook zoiets geitenwolle sokkenachtig. Dat is nu niet meer. Nu is dat hip aan het worden en zelfs een statussymbool. En ene keer dat het een statussymbool is, dan gaan de mensen er wel naar beginnen handelen. Dus het komt wel. Het gaat altijd maar meer doordringen. Dan nog, ja, voor een stuk ook wel gelinkt aan dat voorgaande, is het ook wel belangrijk voor zeker de jongere mensen, maar dat ziet je wel algemeen opkomen, dat mensen het ook niet meer pikken, dat ze niet meer weten van waar iets vandaan komt, wat iets bevat, nutritioneel gezien ook. Hè. Waarschijnlijk voor een stuk of aangewakkerd door al die berichten over voedselfraude en inefficiënte en lange voedselketens en schandalen en dergelijke. Dus mensen willen eigenlijk echt wel weten waar hun eten vandaan komt en wat dat erin zit. En ze worden daarin ook natuurlijk bijgestaan door de technologie, dus die het ook allemaal gemakkelijker maakt om dat ook mogelijk te maken. Daar ook heb je dan nog de authenticiteit als statussymbool. Dat is eigenlijk ook iets dat je zeer veel ziet terugkomen in crisisperiodes, omdat mensen nu eenmaal graag teruggrijpen naar vroeger, op het moment dat het niet zo goed gaat. En op den duur wordt dat dan ook een statussymbool. Hè, dus ze hangt ook een beetje samen met die transparantie. Hè. Ze willen eten dat echt is, dat authentiek is, dat niet in elkaar geknutseld is en te veel additieven bevat. Ze willen iets dat hun grootmoeder had kunnen maken of dat misschien hun overgrootouders ook effectief maakten. Dus dat is die authenticiteit. En dat verklaart dan ja, de populariteit van al die traditionele producten natuurlijk. En ouderwetse drankjes zoals gin, dat plots ineens hip worden. En dan tenslotte is er ook nog, dus dit is mijn laatste voorbeeldje, de ervaring van uniek te zijn in onze maatschappij is zeker onder jongere generaties echt wel een status geworden. Waar dat bij oudere mensen, of dat het vroeger, denk, ja, het is echt wel een tijdje geleden, het vooral kwestie was van zoveel mogelijk in de pas te lopen, zijn de jongere generaties echt wel erop uit om hunzelf te kunnen zijn. Dus die willen hun eigen unieke zelf, die als een speciaal, iedereen is speciaal. Hè, dus je ziet bij de kinderen bijvoorbeeld, vroeger waren er in de klassen, iedereen moest hetzelfde doen en nu wordt ieder kind heeft een aangepaste programma nodig en zo. Dus dat is ook gewoon die uniekheid. Iedereen heeft een gepersonaliseerd product nodig. Dus nu dat we ze een beetje overlopen hebben, dus het zijn niet alle maatschappelijke veranderingen dat ik hier heb aangehaald, hè, maar welke van deze of eventueel andere grote maatschappelijke veranderingen denken dat jullie dat een impact zal hebben op jullie bedrijf? En dan is het nu misschien even tijd om eens te kijken hoe dat die drivers van die maatschappelijke trends zich enerzijds gaan vertalen naar nieuwe producten. En met andere woorden, dat zijn dan vooral die consumententrends. Maar ook naar trends op niveau van processing. Dus binnen het bedrijf gaat dat ook wel. Heb je ook een aantal trends die zich afspelen. En ook een aantal veranderingen en trends in businessculturen. Dus dat is misschien wat minder gekend. Dus ik ga beginnen bij het meest zichtbare en het meest gekende. En van hoe vertalen al die drivers zich nu naar nieuwe producten? Heel die gezondheidsbeweging, hè, dus dat vertaalt zich naar allerhande producten met een focus op gezondheid. Die invulling daarvan, dat verandert een beetje doorheen de tijd. Dus vooral naar die westerse ziekte toe bijvoorbeeld, hè, was er vroeger een hele sterke focus op light producten. Ondertussen is dat veel meer richting minder suikers gegaan, ook naar vetten,
is ook veranderd van minder vet naar ander vet. Hè, dus dan meer minder verzadigd vet. En dan minder zout, dat is ook een tijdje heel belangrijk geweest, maar dat is ondertussen precies ook wel wat verdwenen. Dan de vergrijzing natuurlijk. Dus die maakt dat mensen echt wel veel meer bezig zijn met gezonder ouder worden. Ik kan u verzekeren, het 70-jarige van nu, dat is echt wel niet lijkt het 70-jarige van 100 jaar geleden. Hè. Dat zijn geen oude mensen. Hè. Dus die zijn nog actief bezig, die leven gezond, die doen van alles, die reizen. Allee, moesten ze nu kunnen. Maar dus, ja, als ik ook mijn ouders zie, dat zijn actieve, gezonde mensen. En die doen er ook alles bij, alles aan om zo gezond mogelijk oud te worden. Dus dat is een heel... dat zijn grote aanhangers van veel superfoods en supplementen en zo. Die zitten dat echt bij de vleet te nemen. En dat is... Dus dat is ook wel een belangrijke trend. Wat dat ook een beetje terug is geweest van weg geweest, dankzij een virus dat hier rondwaart, is die boost je immuunsysteem producten. Dus die zijn een tijdje populair geweest, in de tijd dat ook wel dat belang van die darmgezondheid er was en dat dat ook een sterke link heeft met je immuunsysteem. En dan, ja, nu is dat terug, dus de Actimels en de Yakult doen het best wel goed. En dan ook nog dan slot als laatste van hun gezondheid, maar niet onbelangrijk. Dus die allergievrije voeding, dus die echt een antwoord is op ja, dat steeds groter wordend probleem van al die jongeren die al maar meer met allergieën blijken te kampen. Dan is het ook al aan bod gekomen, dus het stond ook ergens in de ding. De convenient, dat is nog steeds een trend, maar het heeft wel door heel de omstandigheden wel een beetje een andere invulling gekregen. Want mensen zijn niet meer onderweg. Maar willen natuurlijk wel ook thuis gemakkelijk iets in elkaar. Ze zijn nog altijd aan het werken. Hè. Ze zijn misschien thuis heel de tijd. Maar ze moeten nog altijd werken. En ze moeten dan nog met dat gezin dat ook thuis zit. En die kinderen en zo. Dus het moet soms gemakkelijk zijn. Maar ze willen toch wel iets vers op tafel zetten. Dus like diepvriesproducten bijvoorbeeld doen het ook goed. Want dat is gemakkelijk. En je kunt snel iets vers op tafel zetten. Ja, al de maaltijdboxen en zo, die deden het al redelijk goed. Die waren al goed groeiende en dat is nu nog populairder. Gewoon, mensen hebben ook het gemak ontdekt van dingen te laten leveren. Dus, je hebt vers eten in huis, het is gemakkelijk. Het kost wel misschien wat meer, maar het gemak weegt daar natuurlijk tegenop. En dan heb je zo ook bijvoorbeeld die apiroboxen en zo. Dat is dan natuurlijk uit noodzaak ontstaan, dus dat was er vroeger niet. Maar de mensen hebben wel ontdekt dat dat leuk is. Ik vind dat zelf ook persoonlijk zeer tof om zo'n pakketje thuis te krijgen. Dus ik denk ook niet dat dat zomaar gaat weggaan. Dus convenient, het is nog altijd een trend, maar het heeft nu wel even een andere insteek gekregen. Dan het duurzaamheidsverhaal. Dus dat is nogal uitgebreid. Dat kan heel wat verschillende vormen aannemen. Dus dat varieert ook een beetje doorheen de tijd. Bio bijvoorbeeld, dat is al lange tijd aan het groeien. Traag, maar gestaag. Maar dat blijft. En dat zal ook blijven. En nu, dat gaat misschien ook nog evolueren aan niet alleen het biolabel, maar gewoon algemeen duurzamere producten. En ja, duurzame palm bijvoorbeeld is ook zo één. De mensen maken zich toch wel meer en meer zorgen om dat regenwoud. Dat is vooral ook door al die acties van Greenpeace en zo bijvoorbeeld. Dus je ziet, die mensen kunnen echt wel die trends heel erg beïnvloeden. Dus daarom is dat zo belangrijk geworden. Dan heb je nog heel dat diversiteitsverhaal. Dat is er wat recenter bijgekomen. Dat is voornamelijk nog in academische kringen en in adviesorganen en zo, is dat een zeer hot topic. Dat is nog niet helemaal doorgedrongen bij de consument. En het gaat vooral eigenlijk over niet alleen niet meer de algemene biodiversiteit in de regenwouden en zo en in de bossen, maar ook over de biodiversiteit in de landbouw. De landbouwers worden meer en meer aangespoord om te gaan inzetten op een biodiverser landbouwsysteem dat bestaat uit verschillende rassen en gewassen. Waarom? Omdat dat echt wel nodig gaat zijn in de toekomst, dat we meer en meer klimaatgrillen gaan kennen, dus dat we een soort van weerbaarder systeem hebben, dat veel variatie. Als de ene oogst mislukt, dan is dat niet zo erg, want er zijn nog genoeg andere producten die het wel goed gedaan hebben. Mooi meegenomen is ook dat we daarbij ook meer diversiteit krijgen op ons bord. Hè, want eigenlijk eten we relatief eenzijdig. Nu, ik ga er niet te veel over uitweiden, want dat is een andere presentatie.
Dus als je daarover meer wilt weten, moet het maar aan mij vragen. Maar dus naar nutritionele inhoud is dat wel zeer interessant om veel meer verschillende types groenten en rassen en gewassen te gaan eten. Nu moet het nog een beetje doordringen bij de bedrijven die verschillende grondstoffen ook allemaal te gaan verwerken in hun voedingsproducten. En dat was dan eigenlijk ook de insteek van ons Crop Explore project. Dus waar dat we een tool, allee, dus eigenlijk al zoveel mogelijk gekende en minder gekende eetbare gewassen en grondstoffen in kaart hebben gebracht. En dat dan omgezet hebben in een handige, zoekbare tool. Dus daarbij mogen ook, oftewel bij mij of mijn collega Margot, voor meer vragen. En dan tenslotte op het einde, ja, het seizoensgebonden en het lokale. Het een hangt eigenlijk ook samen met het andere. Maar dus lokale producten hebben ook dankzij die corona wel een boost gekregen. Gewoon omdat er bepaalde producten ineens niet meer zo gemakkelijk tot bij ons te krijgen waren. En ook mensen zien meer dan ook het belang van in je eigen omgeving te kunnen daarop rekenen. Want je kunt niet meer reizen. En ook ja, de voedselketen kan niet meer zo lang zijn of is het toch moeilijker. En daar hangt dus dat ook dat seizoensgebonden aan. Want je kunt hier nu eenmaal niet alles zomaar een heel jaar door kweken, tenzij in kassen. En dat is dan ook misschien niet ideaal naar duurzaamheid toe. Dus dat seizoensgebonden wordt ook een stukje vanuit de overheid wel geprobeerd of gestimuleerd. We zijn nog niet rond met de duurzame gewassen, met de duurzame producten natuurlijk. Vegetarisch en veganistisch mag zeker niet ontbreken. Dat groeit aan populariteit en dat zal nog een tijdje blijven groeien, zeker als we dan kijken naar hoe dat die generaties zich verschuiven. Dus bij de ouderen, de 55-plussers, zijn zo'n 2% van de mensen nu vegetariër of zeggen dat ze vegetariër zijn, terwijl dat bij de minder dan 35-jarigen 7% is. Dus kunt u wel voorstellen, als die generaties gaan opschuiven, dus hoe jonger, hoe groter het aantal vegetariërs, dus op een gegeven moment gaat dat gewoon groot, dat gaat echt wel blijven groeien. Het wordt niet alleen vanuit de consument gedreven trouwens, het wordt ook vrij erg vanuit de overheid aangestuurd. Alle adviesorganen die zitten erop te hameren. En onlangs is ook door Vlaanderen de Vlaamse eiwitstrategie gelanceerd. Dus waar dat we met heel wat stakeholders, waaronder wij ook, hebben gezegd wat dat we daar allemaal op willen rond doen. Dus die trend die wordt gedreven door en beleidsmakers en consumenten. Dus we zijn maar zeker dat hij belangrijk zal zijn. Daarnaast zien we ook meer en meer producten opduiken op basis van nevenstromen. Dat is ook iets dat een beetje terug is van weg geweest. Dat zorgen dat niks verloren gaan. Want in vroegere tijden, waar dat er dan voedselschaarste heerste en zo, dan zorgden we automatisch dat er niks verloren ging. Hè. Maar dan, ja, de laatste decennia was het eigenlijk meer een kwestie van overvloed dan schaarste. Dus dan stak het allemaal niet zo nauw. Maar nu begint het toch wel een beetje weer te spannen. Dus daarmee dat je ziet dat, of je merkt dat bedrijven toch wel terug spaarzamer gaan omgaan met die grondstoffen die dan ook wel duurder aan het worden zijn. Hè. We hebben een paar mooie voorbeelden daarvan gezien. Een aantal bedrijven die binnen projecten zoals Food from Food en Food Heroes zijn uitgewerkt geweest, zoals Verduin, die van al zijn wortels, schilletjes en snijsels of restjes nu soepen en sappen begint te maken. En daar zelfs een nieuw bedrijf rond heeft opgericht. En dan Beanlife bijvoorbeeld, die uit de perskoek van noten, dus om olie uit te persen, die daar dan tempeh mee maakt. Dus die gaat die beide trends eigenlijk een beetje gaan bewandelen. En dan nog een laatste voor die duurzaamheid is eigenlijk de verpakking, hè. Dus we zijn hier nu al de hele tijd bezig over al die producten, maar de verpakking telt natuurlijk ook mee. Plastic, dat bestaat eigenlijk nog niet eens zo lang, hè. Maar dat werd op zo'n korte tijd zo populair. Waarom? Omdat dat is een supermateriaal, hè. Dat is gemakkelijk vorm te geven. Dat gaat niet zomaar kapot. Je kunt dat, heeft nog allerlei interessante eigenschappen waar je van alles mee kunt doen, maar het gaat niet kapot. Dat betekent dat we er ook blijven mee zitten. En nu zitten we ermee. Het wordt altijd meer en meer. Dus zowel de consumenten als de overheden, als de bedrijven zelf beseffen van, we moeten toch iets doen. Dus zeker die consument krijgt echt een afkeer van al die verpakkingen.
En bedrijven gaan dan ook zoveel mogelijk op zoek naar oplossingen. We hebben daar ook een paar projecten rond. Circopak gaat rond de circulaire verpakkingen. BioSwitch gaat meer naar de switch maken naar biobased verpakkingen. Hè. Dus een van hun case studies was van Bioco, die volledig biogebaseerde en composteerbare koffiecapsules maakte. In tegenstelling tot die aluminiumdingetjes die blijven zitten. Daar ook die authenticiteit. De artisanale producten, ja, die zijn al een tijdje populair. En die crisis die versterkt dat, zoals ik al eens gezegd heb. Mensen kijken naar de producten en de processen van vroeger. Dus denk maar aan vergeten groenten. Die vergeten groenten zijn ondertussen wel grotendeels teruggevonden. Dus ze zijn niet meer zo vergeten. Ze zijn nog altijd populair, trouwens. Dat is niet zomaar overgewaaid, want ze zijn gewoon niet meer vergeten. Dan natuurlijk ook de gefermenteerde producten. Die zijn ondertussen heel populair. En het leuke aan die authentieke producten is natuurlijk dat je er een heel mooi verhaal kunt rondmaken. Hè. Dus storytelling is zeer populair als marketingtechniek. Dan heb je nog zo'n paar slimmerikken die dan de geschiedenisboeken, die het echt nog een stap verder hebben gezet. Dus die zijn de geschiedenisboeken ingedoken en die hebben daar recepturen van lang geleden terug gaan opduiken. En die zijn daar mee aan de slag gegaan en die hebben die hergecreëerd. Dus, en die hebben daar dan grut meegemaakt, dus bier meegemaakt of garum, een soort van vissaus van gemaakt. Dan nog mijn laatste productpak van innovaties. Dus origineel zijn. En dus ga ik hier aan de slag met nieuwigheden. Zeker de jongere mensen, die verwachten wel die beleving onder andere. Hè, dus ook die creativiteit. En die verwachten niet alleen dat ze zelf uniek zijn, maar ook dat jij een beetje uniek bent. Dus kijk eens naar wat dat er zo allemaal te vinden is van nieuwigheden. Voeding van over heel de wereld. Je kunt daar ook sushi bijvoorbeeld. Hè, dus voeding uit Azië doet het al een tijdje goed. En tegenwoordig vinden dan zo van die mashups terug, waar dat ze dat gaan combineren met een klassiek product, lijkt een hamburger, en dan krijgen van die sushi-burgers. Bubble tea, dat is ook iets dat zeer populair lijkt te zijn onder jongeren. Dat is zo een soort van milkshake met van die glazige, gelatine-achtige bolletjes ingemaakt van tapioca-zetmeel. En in Gent is er zo'n bubble tea bar. En ik was daar onlangs aan het passeren en daar stond echt wel een rij van het kan niet meer buiten, dus en allemaal heel jonge mensen. Dus het is wel populair per moment. En ik denk dat ik hier kan afronden met al die producttrends. Dan kunnen we nu misschien overgaan naar de processing. Hè. Dus dat is wat minder zichtbaar, maar dat is voor jullie natuurlijk wel heel belangrijk. Van hoe vertalen al die drivers en die maatschappelijke veranderingen zich naar een productieomgeving? Die duurzaamheid weer. Daar ga ik niet te veel op ingaan, want het is zodanig breed dat je het op zoveel manieren kunt interpreteren. Maar het komt erop neer dat bedrijven gewoon veel meer gaan kijken naar die circulaire productie. Het is al aan bod gekomen van dat spaarzamer zijn met je grondstoffen. Dat geldt ook voor de andere resources, hè, water, energie, materialen voor verpakking. Dus zoveel mogelijk dat te gaan hergebruiken. Er zoveel mogelijk ook te zorgen dat je er niet te veel van gebruikt. En dan krijg je die bio-economie uiteindelijk. Dus wat komt erop neer dat je zo min mogelijk gebruik probeert te maken van niet hernieuwbare bronnen. Ja, dus dat is het beetje in een notendop. Natuurlijk komt daar heel veel bij kijken om dat echt wel te implementeren. Hè. Dus, maar dat is iets voor in het natraject om dat uit te werken dan, of daaraan te beginnen. Maar dus we hebben ook wel een paar zaken die daarin ondersteunend kunnen zijn. Bijvoorbeeld in ons project van Smart Water Use is er zo'n tool ontwikkeld waarbij dat je je waterverbruik kunt beter opvolgen en dan ook gaan kijken waar dat je dan nog kunt gaan bijstellen, eventueel. Naar authenticiteit, dus die authentieke producten, dat betekent ook dat je processen ook zo moeten daarop afgestemd zijn. Dus je hebt wel een comeback eigenlijk voor een stuk van traditionele processen en dan vooral die fermentatie is heel belangrijk geworden, die dan wel in een modern jasje zijn gestoken, dus die voldoen aan alle voedselveiligheidsvoorschriften van nu. Maar dan, daarmee kunnen ze dan wel de producten maken zoals ze ook oorspronkelijk werden gemaakt. Dus het zuurdesembrood is heel populair, maar ook de gefermenteerde groenten. Want fermentatie was klassiek een van een zeer goede manier om groenten te bewaren. En het ging misschien wel sneller om gewoon azijn erbij te doen.
Maar naar smaak toe, naar nutritionele content toe, is die fermentatie toch nog altijd superieur. En dan natuurlijk, in de processing trends mogen we zeker niet voorbij gaan aan alles wat industrie 4.0 is. Hè. Die vierde industriële revolutie, dat vertaalt zich voornamelijk in alles wat slim is. Hè. Dus slimme systemen, slimme robots, flexibele systemen. Flexibele systemen, dat is vooral handig om ook te beantwoorden aan die vraag naar meer productdiversiteit. Dus de meeste bedrijven of de meeste consumenten verwachten eigenlijk een veel bredere gamma aan verschillende producten. En dus waar dat stappen een beetje af van al die massaproductie. Maar dat betekent natuurlijk ook dat je systemen moet hebben die snel en gemakkelijk en efficiënt de switch kunnen maken van het ene product naar het andere. En daar komen dus die flexibele systemen bij kijken. Dan hebben we natuurlijk ook heel het verhaal van de artificiële intelligentie. Dat zijn zelflerende systemen, dus robots die autonoom kunnen functioneren. En mensen denken daarbij al snel dat dat iets heel futuristisch is. Ze denken aan Space Odyssey 2001, al van die dingen. Maar uiteindelijk kun je dat in eender welk systeem gaan integreren. Hè. Het komt er gewoon op neer van data te verzamelen en zodanig dat die kan gebruikt worden om je processen te gaan aansturen. En zodanig, dat is gewoon computerprogrammeren. Hè. Het is niet eenvoudig, maar er zijn mensen die dat kunnen. Dus op basis van die data gaan die leren en bijleren en zo kunnen die op den duur autonoom processen aansturen. Dat is niet alleen natuurlijk om processen efficiënter en sneller te maken. Een heel belangrijk daarin is ook alles over die betere kwaliteitsopvolging, om zo dan die processen te gaan bijsturen. Dus met behulp van allerhande sensoren en die dan data van alles meten, data verzamelen. Kan dat dan geïntegreerd worden in een systeem dat zelf wordt gestuurd? Dus, en dat klinkt ook allemaal weer zeer moeilijk toe te passen, maar het is ook best doenbaar voor een KMO. Want binnen ons Smart Sensors for Food project hebben we eigenlijk heel wat ondersteuning gegeven aan een aantal KMO's die daarmee aan de slag zijn gegaan. En zo heeft bijvoorbeeld La Confiance, die is nu een oven aan het maken, die eigenlijk volledig autonoom zichzelf gaat sturen op basis van foto's dat hij trekt van de koekjes. En dus op basis van de kleur van die koekjes gaat die in een oven bijgestuurd worden. Dus als die te licht zijn, dan gaat die in een oven wat naar boven gezet worden. Als die wat te donker zijn, dan wordt dat wat geminderd. Dus het kan even goed bij een KMO. Dan natuurlijk digitalisatie, dat is er eigenlijk ook wel onherroepelijk mee verbonden. Hè, want om al die data te gaan bij elkaar krijgen, moet je al je systemen gaan digitaliseren. Dus dat is één ding. Maar daarnaast, het is niet alleen maar in al je processen en eigenlijk in je fabriek, maar ook gewoon in je boekhouding. We gaan naar gewoon een paperless society, waarbij dat alles digitaal gebeurt. En dan is het natuurlijk wel nodig dat al die verschillende systemen ook met elkaar kunnen interageren, dat die met elkaar kunnen praten en dat die ook gemakkelijk in gebruik zijn. Hè? Dus daar hebben we ook wel een project rond dat DigiTrack heet en dat eigenlijk vooral bedrijven wilt ondersteunen in die stappen zetten naar die digitalisering. Dus wat zijn de beste manieren om daar eerste stappen in te zetten, of afhankelijk van welk niveau dat natuurlijk al zit. En dan tenslotte heb je ook nog die augmented reality en virtual reality, dat ook best wel futuristisch lijkt, maar dat wel een heel interessante manier is om al die data dat je dan verzameld wordt, om die op een zeer toegankelijke manier te kunnen presenteren en gaan gebruiken. Hè, dus bijvoorbeeld smart glasses die streepjescodes kunnen lezen, en die je dan alle informatie geeft over de tracking en de positionering en de inhoud, zonder dat je dat zo allemaal op etiketjes moet zitten printen en erop plakken en zo. Dus dat wordt wel regelmatig gebruikt in orderpicking en zo. Dan die authenticiteit wordt ook een stuk mogelijk gemaakt door heel dat Industrie 4.0 verhaal. Ik heb het dan wel voornamelijk over de integriteit van je product. Dus je ziet die controlesystemen, dus doorheen de keten kun je veel beter alles gaan monitoren, dus zowel alles wat voor je komt als alles wat na je komt.
mensen kijken daarbij ook wel heel veel naar die blockchain-technologie. Hè, dus dat is een systeem dat eigenlijk wel zal toelaten om een hele keten te gaan controleren. Dus je product en je grondstoffen die krijgen een soort van paspoort mee dat je helemaal tot aan de consument kunt opvolgen. Dus dat is het in een notendop eigenlijk. Dan zijn er de laatste jaren ook een aantal nieuwe productiemethoden bijgekomen. Dus ja, de klassieke thermische processing, dat werkt prima om voedselveiligheid te kunnen garanderen. Maar dat heeft soms als nadeel dat je smaak verandert, dat je nutritionele waarden toch wel wat naar beneden gaan. Dus daarom zijn mensen ook op zoek gegaan naar nieuwe manieren om toch die voedselveiligheid te kunnen garanderen, zonder dat dan die smaak wordt aangetast. Hè. Bijvoorbeeld die hoge druktechnologie. Dat is zeer interessant voor producten zoals guacamole. Omdat avocado's, als je daar warmte op zet, dan beginnen die echt wel soms vies te smaken. Dus dat is een heel delicate vrucht. Maar met die hoge druktechnologie kunnen we dat eigenlijk prima pasteuriseren. Zonder dat daar eigenlijk veel mee gebeurt. En dan nog eentje om in doog te houden, dat behoorlijk disruptief kan blijken te zijn, is de biotechnologie. Momenteel wordt biotechnologie in voeding voornamelijk geassocieerd met alles wat landbouwmatig gebeurt. Hè. En het heeft niet altijd zo'n positieve bijklank, hè. Alle Roundup Ready gewassen, waarbij dat je dan meer pesticiden kunt gebruiken en zo. Dat is niet de manier eigenlijk om in de toekomst misschien mee verder te gaan. Iets beter of een pak beter is dan natuurlijk al de gewassen die dan van nature eigenlijk resistent zijn tegen ziekte bijvoorbeeld. Maar dat doet zich voor op dat landbouwvlak. En de consument ziet daar niet direct ook voor de directe producent is daar niet direct een voordeel aan. Maar er is wel een hele nieuwe tak van de bio, of een heel andere tak van de biotechnologie, die wel zeer interessant blijkt te zijn voor de voedingsindustrie en zelfs voor de consument. Dan heb ik het over die cellulaire landbouw. Waarbij dat je gaat cellen kweken in de plaats van organismen of gewassen. Ja, dus het bekendste voorbeeld daarvan is de kweekvlees, waarbij dat je in plaats van een heel dier te gaan kweken, gewoon een hoop cellen in een grote fermentatietank. Je geeft die tank eten en dan komt daar iets vleesachtig uit. En hopelijk zal dat ooit wel zeer dicht vlees benaderen. Maar dat is niet het enige. Dus dat is voor de consumenten natuurlijk wel een heel interessante. Maar voor jullie is er ook nog een zeer interessant. Want micro-organismen, dus die zijn zeer gemakkelijk te kweken. Dat neemt niet veel plaats in. En die zijn heel erg manipuleerbaar. Dus wat kun je doen? Dus met behulp van de biotechnologie kun je een gen van eender welk organisme eigenlijk. Je stikt dat in iets. Een cel die heel eenvoudig en snel groeit. En dan maakt uw cel gewoon aan wat dat je wilt. Ja, dus een aantal voorbeeldjes misschien om het wat concreter te maken. Stremsel van kaas, om kaas te maken. Klassiek is dat afkomstig uit de magen van kalveren. Dus op zich is kaas eigenlijk niet helemaal vegetariërs. Of toch niet de klassieke, traditionele kaas. Je hebt wel ook plantaardig stremsel, maar dat werkt blijkbaar niet zo goed. Maar dan heb je ook... Hebben ze dus het gen om die eiwitten voor dat stremsel te maken ook ergens in een bacterie of een ander organisme gestoken? En er is al biotechnologisch stremsel beschikbaar, dus dat wel volledig vegetarisch is en even goed werkt als die dierlijke versie. Dus interessant voor jullie. En er zijn ook al een aantal, er zijn nog een paar andere voorbeelden. Hè. Dus het wordt al zeker toegepast, ook bijvoorbeeld insuline. Hè. Menselijk insulinegen is ingeplant in een ander organisme en die maken nu ook die insuline aan. Dus dat wordt ook gewoon gekweekt in fermentatietanks en ze moeten dat niet meer uit dode koeien halen of zo, of dode mensen. Maar er zijn dus nog wel een aantal dingen die wel zeer spannend zijn. Dus ik weet dat ondertussen ook al dat ze biotechnologisch THC, dus de actieve component uit wietplanten, kunnen produceren. En het zijn zo nog een paar dingen. Want in principe kun je eigenlijk op relatief... Dus ene keer dat je het proces gedaan hebt, kun je op relatief goedkope en makkelijke wijze allerhande zeldzame kleurstoffen, smaakstoffen, componenten gaan laten maken door je celletjes. Eentje om in doog te houden, het is nog wat toekomstig, maar het komt er wel aan. Hè. En Charlotte, ik zie dat er hier ondertussen ook iemand iets heeft doorgestuurd. Bernard
heeft gevraagd. Ik heb toch het gevoel dat heel veel van die vernieuwingen weggelegd zijn voor de grootindustrie, maar voorbijgaan aan de kleine KMO. Kan je daar misschien even op inpikken? Terwijl ja, het loopt. Het lijkt inderdaad zo, maar het is stap voor stap, hè. Dus ja, misschien dat grote bedrijven daar dan al veel verder in staan, maar je moet ergens beginnen. En je kunt het ook niet gewoon aan je voorbij laten gaan, want dan gaat het uiteindelijk ook helemaal weggeduwd worden door de mensen die er wel op gaan inspelen. Maar het gaat misschien wat trager bij kleinere bedrijven, maar het is ook... Dus ja, ik heb het gezegd, La Confiance is ook maar een KMO, hè. Dus dat is niet dat een grote industrie is. Mijn laatste deeltje gaat over... Hoe vertaalt al die trends en zo zich nu naar bedrijfsvoering en omgeving? Hier ook begin ik weer met heel de duurzaamheid. Dus ik ga er ook maar één of twee slides aan wijden. Want het is ook zodanig breed dat ik het niet allemaal kan invullen op, ja, op een presentatie van een uur. Maar dus in eerste instantie kunnen gaan kijken aan het uitbouwen van een duurzame strategie. En hoe dat je het nu ook noemt, hè, het noemt soms corporate social responsibility, sommigen spreken over een donut-economie en dan wordt er ook heel veel gebruik gemaakt van al die sustainable development goals. Maar uiteindelijk zijn dat allemaal wel benamingen voor min of meer hetzelfde. Namelijk, we moeten streven, een strategie uitbouwen, dus die streeft naar economische groei. Uiteraard moet er nog altijd economische groei zijn, want je moet het financieren, heel het gegeven. Maar die daarnaast dan ook wel rekening gaat houden met al die duurzaamheidsaspecten. En duurzaamheid is een heel breed begrip. En dan ook de sociale verantwoordelijkheden in rekening brengt. Economische groei, zonder dat het ten koste gaat van anderen of van het milieu en de planeet. Dus ik heb ook al heel veel mogelijkheden opgesomd waarop dat je daarop kunt inzetten. Dus die duurzaamheid, hè, dat is vaak productmatig of procesmatig dat daarvoor werk wordt van gebruikt. Maar dus idealiter gaat dat ook volledig inbouwen in je bedrijfsstrategie. Zodanig dat je echt wel een integraal plaatje krijgt. En dan wat dat betreft die sociale verantwoordelijkheden, kunnen we natuurlijk gaan kijken binnen je eigen bedrijf. Hè. Dus we denken dan aan het welzijn van de werknemers binnen je bedrijf, de werk-privé-balans goed houden. Geen pestgedrag en zo. Maar binnen zo'n strategie is het ook wel belangrijker om verder te gaan kijken dan zowel de duurzaamheid als de sociale strategie, om verder te gaan kijken binnen uw eigen bedrijf, maar ook te gaan kijken in heel die keten. Dus wie dat er allemaal voor u komt in de keten en wie dat er na u komt in de keten. Bijvoorbeeld zorgen dat al uw leveranciers eigenlijk een correcte prijs krijgen voor hun producten. Ja, dus vermijden van het uitbuiten van bepaalde boeren. Maar dan ook ja, dat na u in de keten, dat eigenlijk uw uiteindelijke consument ook geen problemen ondervindt van uw producten. Hè. Dus ketensamenwerking is daarbij essentieel. Hè, want je zit als bedrijf nu eenmaal niet op een eilandje. En als je echt een duurzaamheidsstrategie wilt uitbouwen, dan moet je dat ook voor een stuk samen gaan doen met de andere ketenspelers. Want wat dat jij doet, beïnvloedt zowel degenen die voor je komen als na je komen. Door dan meer te gaan samenwerken met die ketenspelers, dan gaat er veel rapper komen, om dus daar echt mee te gaan samenwerken, gaat er veel rapper komen tot die bottlenecks en gaat er die ook beter gaan kunnen overwinnen en oplossen, zodat je ook veel efficiënter kunt werken. En dan zit er ook wel een... Je gaat ook je kosten wat kunnen verdelen. Hè? Dus door niet altijd alles alleen te willen doen, gaat je kosten kunnen spreiden en ga je een win-win gaan krijgen voor iedereen. En dan komen we dus tot dat ja, open innovatie- en co-creatiemodel. Hè? Dus dat is echt gaan samenzitten met andere mensen. Dus die werknemers, ik heb het er al over gehad, wat ik juist nog ook wou meegeven, is dus naar interessant is om in te zetten op uw meer zelfsturing en zelfstandigheid van uw werknemers. En dat noemen we dan een innovatief arbeidsmodel waar je afstapt van een klassieke hiërarchie, maar werkt met zelfsturende teams. En we geven daar binnenkort ook een opleiding rond. Dus mensen maken de voedingsfabriek van de toekomst. De alternatieve verkoopskanalen, dat hoeft misschien niet zoveel uitleg. E-commerce is big business aan het worden, ook zeker dankzij de omgevingsomstandigheden en door de lockdowns.
ja, veel bedrijven, voedselbedrijven zijn nog wel een beetje zoekende van hoe dat ze dat best kunnen aanpakken. En daarom dat wij daar ook nu een project aan het rond opstarten zijn. Om te kijken wat dat eigenlijk de beste businessmodellen zijn voor voedingsbedrijven en welke verschillende mogelijkheden dat er zijn. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, moet je altijd ook mij contacteren achteraf. Dan nog eentje dat ik zeker nog jullie wil meegeven, is van die bedrijven die, ja, die overschakelen van dat productmodel naar een dienstenmodel. Dus ja, de mensen stappen, zijn minder materialistisch, de mensen van nu. En die geven, die gaan geen films meer kopen, die gaan geen cd's meer kopen, die gaan zelfs misschien geen auto meer kopen, maar die nemen voor een stuk abonnementen, maken gebruik van een deeleconomie. Wat dat eigenlijk toch wel een heel nieuw businessmodel is, dat vroeger veel minder werd gebruikt. Zelfs Philips, dus het kan soms ook op heel originele manieren worden aangepakt. Philips heeft bijvoorbeeld zo'n pay-per-lux model uitgebouwd, waarbij dat je niet langer niet meer geen lampen niet meer koopt, maar je koopt licht. Je koopt een abonnement op licht. En als je lamp kapot is, dan komt Philips die wel een nieuwe inzetten, gratis en voor niks, want je betaalt eigenlijk via je abonnement. Dat is eigenlijk ook wel zeer interessant naar duurzaamheid toe, want Philips heeft er ook echt geen baat bij dat die lampen rap kapot zijn. Dus dat is bij veel mensen al een tijdje de frustratie van bedrijven maken eigenlijk producten die rap kapot gaan, omdat ze dan meer winst halen. Ja, maar met dit model heb je dat dus niet. Dan hebben ze er juist baat bij om producten te maken die heel lang meegaan. Op zich is dat wel ook een duurzaam businessmodel. Dus in de voeding zien we het natuurlijk ook door al die maaltijdboxen, dus die, en de groentepakketten en zo. Dus je koopt geen producten meer, maar je koopt gewoon je hebt een abonnement op eten. Dus het kan ook toegepast worden in de voeding. En dan ja, heel de social media, dus in marketing kun je natuurlijk ook innoveren. En het zal ook wel nodig zijn, want klassieke methoden van marketing, en de tv-spotjes en de advertenties in boekjes en zo, dat werkt niet bij een generatie die geen tv kijkt en die geen boekjes leest. Maar die wel heel hun tijd op het internet en op social media doorbrengen. Dus dat is natuurlijk een heel andere aanpak. Het kan veel krachtiger zijn dan de klassieke media. Want ja, via al dat liken en dat sharen en zo, krijgen ze te horen van een ander dat iets goed is. Een mens waar dat ze naar opkijken of die ze kennen. En dat is een veel krachtiger boodschap dan eigenlijk een bedrijf die zelf zegt hoe geweldig dat zijn producten zijn. Maar dus bij deze een beetje mijn slotconclusie is dat een innovatie zelden alleen komt eigenlijk. Je kunt wel wat nieuwe producten beginnen maken, maar als je een nieuwe categorie aan producten maakt, dan vergt dat meestal ook een heel andere marketingstrategie. Je moet dus soms ook wel hele nieuwe processen gaan invoeren. Dus dan moet je dat toch wel een grotere strategie rond gaan bouwen. Ook zelfs als je processen gaat aanpassen, dan gaat dat misschien ook wel een invloed hebben op heel je personeelsorganisatie. Of als je met duurzamere processen begint te werken, dat je heel je communicatie naar je consument anders moet aanpakken, enzovoort, enzovoort. Maar dus hoe dat je die strategie dan best aan kunt beginnen, dat is eigenlijk wel het uitgangspunt van ons vervolgtraject.